7 september opende in Sint-Niklaas een demonstratiewoning rond gezond wonen. Dat ligt in de Magnolialaan nummer 20. Gidsen geven er gratis uitleg aan groepen over gezond binnenmilieu, CO-vergiftiging en valpreventie. Eigenlijk is deze woning voor iedereen geschikt, maar in de eerste plaats willen we ons vooral richten naar sociale en kansenorganisaties met de bedoeling dat zij een groep naar hier toe leiden en dat in deze woning dan een vorming aangeboden wordt. En die vorming gebeurt op een vrij interactieve manier. Dat wil zeggen dat we heel wat zaken gaan bekijken, dat oplossingsmogelijkheden aangeboden worden. En vooral dat we de mensen willen leren die gezondheidsproblemen herkennen en ook dat zij weten wat zij er zouden kunnen aan doen om dat te gaan voorkomen. Met de wintermaanden in aantocht ligt de nadruk vooral op CO-vergiftiging. Bij woningonderzoeken stellen we toch regelmatig vast, bij ongeveer 1/3 van de woningonderzoeken, dat er een probleem is met CO, met de aansluitingen van de kachels of van de branders in woningen, de verwarmingstoestellen, dat er daar fouten worden gemaakt waardoor dat het mogelijk is dat men CO-intoxicatie oploopt. Vorig jaar kreeg de brandweer van Sint-Niklaas 24 oproepen over CO-intoxicatie. In de demonstratiewoning leggen specialisten uit waar je op moet letten. De mensen moeten speciaal letten op verlichting als ze nog met oudere toestellen werken. Verlichting, voldoende verlichting, schouwen bij tijds laten nakijken. Ook de toestellen jaarlijks laten nakijken door erkende installateurs. In de woning vind je ook tips om schimmels te voorkomen en de luchtkwaliteit van je woning te verbeteren. Groepen die zich willen inschrijven of die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de sociale dienst van de stad Sint-Niklaas op het nummer 03 760 91 43. Een eerlijk ontbijt in de week van de Fairtrade. Gistermorgen deelden vrijwilligers van Max Havelaar België en van de Oxfam Wereldwinkels boterhammen met choco uit aan de reizigers in het station van Sint-Niklaas. Het is week van de Fair Trade en met hun actie willen ze mensen oproepen om hun vertrouwde producten in te ruilen voor producten uit eerlijke handel. We proberen echt naar de mensen toe te gaan om hen duidelijk te maken van kijk, in alles wat je elke dag consumeert, daar kan je keuzes in maken. En je kan kiezen om het gewoon op de normale manier te doen of je kan ook echt een keuze maken voor het zuiden, voor producenten in het zuiden, door voor Fairtrade te kiezen. Sint-Niklaas mag zich al sinds december 2008 een Fairtrade gemeente noemen. Niet alleen het stadsbestuur ondersteunt Fairtrade producten, maar ook winkels, scholen, organisaties en bedrijven bieden producten uit eerlijke handel aan. Ik vind dat een goede actie, dat die mensen eerlijk betaald kunnen worden voor hun eten en zo. En ik had vanmorgen nog niet gegeten, dus dat is wel fijn meegenomen. Op zaterdag 9 oktober is het open deurdag in alle wereldwinkels. Alle bezoekers krijgen die dag een gratis reep eerlijke chocolade. Wilt u graag een boterhammetje met choco? Het is week van de Fairtrade. Alle straten van Sint-Niklaas worden regelmatig gereinigd door de wijkonderhoudsploegen. Zij verwijderen onkruid en zwerfvuil op een milieuvriendelijke manier. Om efficiënt te kunnen werken is er op de dag van de reiniging een parkeerverbod. We doen eigenlijk alle moeite om dat parkeerverbod aan te kondigen. Dus we plaatsen uiteraard borden met infoborden, zodat de mensen effectief zien dat het voor het veegplan is dat er parkeerverbod geplaatst wordt. Bewoners van de straat krijgen ook nog eens een bewonersbrief. En heel soms steken we ook briefjes tussen de voorruit van de wagens die er al stonden, zodat die ook weten dat de volgende dag er een veegbuurt is gepland. Niet iedereen volgt het parkeerverbod op. En dat maakt het voor de wijkonderhoudsploegen moeilijk werken. Waar de auto's geparkeerd staan, kunnen we eigenlijk niet aan ons werk. Eigenlijk. We kunnen niet borstelen, boven de putten kunnen we niet zuigen. En noem maar op. Het maakt ons zeker niet gemakkelijker. De politie gaat nu strenger controleren. Wie zijn auto toch laat staan, loopt het risico om weggetakeld te worden. Dus we gaan niet zomaar PV's maken en niet zomaar takelen. Maar we gaan wel trachten de overtreding te doen ophouden. In eerste instantie. Mensen die dan toch in overtreding staan, krijgen een procesverbaal. Sowieso. Dat is ook nieuw. Ze zullen altijd procesverbaal krijgen als ze in overtreding staan. En degene die we niet kunnen bereiken, dan gaan we daar nog eens bovenop takelen. Het stadsbestuur hoopt dat ze haar inwoners op die manier propere straten kan bezorgen.